VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo. Het zijn teleurstellende weken voor VVV met 6 nederlagen op rij. Vooral de laatste verliespartijen doen pijn. Tegen directe concurrent Fortuna Sittard en gisteravond voor de beker tegen de amateurs van Groene Ster. De Venlonaren wisten een bekerblamage in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd af te wenden. Maar na strafschoppen ging het echter alsnog mis. Ik vind dit een grove schande. Als je het shirt van VVV draagt, dan moet je gewoon winnen. Tegen amateurclubs. En ik ben hier enorm teleurgesteld in. Ik reken het mezelf ook aan. Als leider van de PEC moeten we hier gewoon winnen. En op het moment dat je langer dan 90 minuten balbezit hebt, want we spelen ook nog eens een keer 30 minuten verlenging, ja, dan mag je er toch van uitgaan dat wij spelers hebben die goals gaan maken. En dat laten we gewoon na. En daarnaast de stommiteiten die we uithalen. Op het moment dat je dan wel met 1-0 voorkomt, even voor de goede orde, hè, volkomen terecht met 1-0 voorkomt, wat ook logisch is. En dan geven we zomaar weer een penalty weg. Zomaar. Echt, ja. Dat is voor mij onbegrijpelijk eventjes op dat moment. Maar goed, mijn taak is om de boel dan weer aan te slingeren. En dat heb ik geprobeerd langs de kant van het veld, om zoveel mogelijk tempo erin te houden. Nog wissels toe te passen om meer snelheid in de boel te krijgen. En dan nog komen we tekort om tot scoren te komen. En dan komt het aan op penalties. Nou ja, ik moet zeggen dat onze tegenstander die penalties uitstekend namen. En wij missen dan ook nog eens een keertje 2 penalties. Ja, weet je, daar zijn geen woorden voor. Morgen zou het een vrije dag zijn in de planning. Maar we gaan hier morgen gewoon op trainen. Laat iedereen naar de club toe komen. Want het lek moet boven. En heel simpelweg, het wordt tijd dat de mensen die het VVV-shirt dragen zelf eens laten zien dat ze het waard zijn. Want dat heb ik vandaag niet gezien. Want jij zegt dus niet, het heeft niks meer met zelfvertrouwen te maken. Het is gewoon een wanprestatie. Ja, ik vind dit een wanprestatie, ja. Ik vind op het moment dat jij tegen een ploeg speelt die derde divisie speelt in de amateurs, dan mag je er gewoon wel eens een keer een tegenstander passeren. Dan mag je wel eens een hoger tempo spelen. Mag je meer kansen creëren. En moet je doelpunten maken. En op het moment dat we de dingen niet doen zoals we ze afspreken, tactisch gezien, dan ben ik daarvoor om in te grijpen. Maar er zit ook een groot gedeelte individuele kwaliteit bij. Dat je dat gewoon eens moet laten zien. En nogmaals, ik ben daar verantwoordelijk voor. Dus iedereen mag naar mij wijzen en mij de schuld daarvan geven. Dat is prima. En ik zal met deze groep morgen een mannelijk gesprek gaan voeren. Dat men er eens moet gaan staan. Want met praten is nog nooit iemand, heeft nog nooit iemand wedstrijden gewonnen. Alleen maar met doen. Schaamt je natuurlijk als je hier uit de beker vliegt. Als je in de fase zit waarin wij zitten, dan is dat gewoon extra zuur. Hier kan je dan vertrouwen uithalen, doelpunten maken, lekker voetballen. En dan weet je dat het natuurlijk een lastige uitwedstrijd hier is. Alleen dit mag gewoon niet en ik schaam me kapot. Voor Groene Ster is het natuurlijk de wedstrijd van het jaar. Ja, dat zag je in alles. Die wilden gewoon in de beker en dat zag je bij ons niet. Die wilden gewoon alles eraan doen om door te gaan. Dat zag je bij de penalties, dat zag je in het veld. Die gooiden zich overal voor, de keeper pakt alle ballen. Ja, en dan weet je dat het lastig wordt, maar het mag ons niet gebeuren dat wij 2 tegendoelpunten krijgen. Uiteindelijk is het dan een loterij, hè, als het vanaf 11 meter beslist wordt. Ja dat weet je. Maar je mag het niet zo ver laten komen. Als je in 120 minuten niet van een derde divisionist kan winnen, ja, dan is dat niet goed en dat weten we zelf ook. En week na week sta ik nu hier voor de camera te vertellen dat het weer een klap is. En dit is zeker weer een hele grote klap. Word je moedeloos van? Nou, je bent vaak na de wedstrijd zoals nu moedeloos. Alleen na Fortuna, weet je, dan pak je dat na maandag, dinsdag, pak je dat weer op. Wil je positief? Deze wedstrijd komt eraan, Feyenoord komt eraan. Dan ga je weer met z'n allen tegenaan. Dat moet ook wel, je moet door, positief blijven. En dat is het enige wat je kan doen. En ik dacht dat we dat weer opgepakt hadden, alleen dan krijg je nu weer zo'n klap. En op een gegeven moment, al die klappen, die voel je wel. We hebben na de wedstrijd van Fortuna hebben we zo'nzelfde gesprek gevoerd. Waarin we aangegeven hebben van jongens, er gaan een aantal dingen verkeerd. Hè? Maar er gaan ook een aantal dingen heel erg goed. Waar we steeds verder komen. Denk even ook aan Vitesse onder andere, hoe we daarin speelden. Dat je dan niet wint. Nou, dat knaagt aan je, maar daar kan je wel op verder. Maar nu is het klaar. Ja, nu is het gewoon klaar.
Weet je, dit is, ik kan dit niet accepteren. Ik kan het voor mezelf niet accepteren. Ik hou niet van verliezen. Maar tegen een amateurclub verliezen, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Vraag je een reactie van het elftal komende zondag? Ja. Nou, sterker nog, ik eis een reactie van het elftal. En ik denk, welke namen daar ook in gaan staan, ik denk dat niemand iets kan zeggen als hij er niet in staat. En ja, het is natuurlijk zo in de voetbalwereld ook, als je verliest, dan krijg je kritiek. Hoe voel je dat op dit moment? Nou ja, dat zal ongetwijfeld. En vandaag is dat zeker terecht. Ik moet zeggen, daar, als de kritiek terecht is, dan lees ik dat of hoor ik dat. En dan probeer ik daar iets aan te doen. En anders, ja, weet je, iedereen heeft een mening daarover. En als je verliest, heeft iedereen gelijk. Dus we hebben nu een aantal keren achter elkaar verloren. Dus iedereen die kritiek heeft op VVV, die heeft gelijk. Daar kan ik alleen niks mee. Ik moet zorgen dat de ploeg gaat winnen. En daar moet ik keihard voor werken. Om dat voor elkaar te krijgen samen met mijn staf. Maaskant eist dus een reactie van zijn ploeg zondag thuis in eigen koel tegen het eveneens kwakkelende Feyenoord. Daar hoopt men op een schokeffect onder nieuwe trainer Dick Advocaat. De statistieken zorgen voor een positieve noot in deze uitzending, laten we het zo noemen. Want Feyenoord heeft het vaak lastig in de koel, zoals in 2011. En dan zijn het er twee van VVV tegen maar één van Feyenoord als VVV snel is. Uchebo scoort niet, Moussa wel. 1-0 VVV, Ahmed Moussa. Je moet achteruit, anders ligt het open achterin. Dat wordt niet helemaal goed begrepen, want hier is Moussa. Moussa met 2-1. Ze counteren naar een voorsprong. El Akshaoui, ja, nog maar zo'n bal. Het lijkt helemaal nergens op. Maar die bal valt weer voor Moussa. Daar gaat hij weer voor zijn hattrick. Moussa geeft hem op Uchebo. En dan is het 3-2. Feyenoord geeft het weg. VVV Feyenoord begint zondagmiddag om 14:30. En is ook live te volgen via Omroep Venlo Radio. Wij sluiten af met Koffiecorner van Binnenkant Pala. Ja, wil jij beginnen? Zaterdag? Ik begon echt heel positief. Met heel veel goede zin ging ik naar Sittard. Maar we zijn het helemaal kwijt. Mentale weerbaarheid is wel een issue bij dit team, moet je ja, zeggen. Ja, we zijn het helemaal kwijt, zeg je. De laatste 5 wedstrijden, 0 punten. 16 doelpunten tegen, maar 2 voor, afgezakt naar plek 17. Ik vind dan, en daar hadden we het vorige week ook over, verlies je tegen Fortuna. Dan is de eerste crisis een feit. Die is een feit. Heb je er nog vertrouwen in? Ik heb er 0 vertrouwen in. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Als we voor die 34, 35 punten gaan, dan win je 9 keer, speel je 8 keer gelijk. Maar dat betekent ook dat je 17 keer gaat verliezen. En 25 keer niet gaat winnen. Maar we staan wel in de eredivisie. De keeper had eigenlijk 3 doelpunten kunnen hebben, als ik het zeg. Ja, nou, en we hebben ook een trainer die het volgens mij niet meer weet. Ja, want we beginnen in de zoveelste nieuwe opstelling. Het was weer anders dan die wedstrijden ervoor. Ik zie geen enkele vooruitgang. Ik zie ook na 11 wedstrijden nog steeds geen tactiek. Ook de technisch directeur zal hier een aantal gesprekken over moeten gaan voeren. Want als we nu tegen Feyenoord verliezen, Feyenoord is ook brandhout, dan hebben we echt een groot probleem. De andere ploegen gaan punten pakken en er zit gewoon meer spirit in. Bij ons in het team zie ik geen spirit. Is Frans Keurver, kunnen we die nog bellen? Is hij overleden? Ik weet het niet. Met Frans Keurver. Nou, zit je als trainer nog beschikbaar? Dat vroegen we ons af. Nee. Dat is echt geweest. Er moet weer een beetje positiviteit en een beetje swoon in die club komen en in die selectie komen. Ja. En dan komt het goed. Opvallend aan die wedstrijd, de wissel van Evert. Ja, doe je niet. Vind ik, ik vind sowieso, je gaat een speler niet voor de rust eruit halen. Geef hem een paar keer op zijn donder, zegt dat hij godverdomme als de wieder weer gaat in de bak gaat. Je had 10 andere spelers had je eruit mogen halen als je het mij vraagt. De keeper voorop, maar Evert Lenters had je er nooit uit mogen halen. Want die heeft mensen teleurgesteld dit seizoen. Het is echt belachelijk. Beste Binnenkant Pala volgers, zelfs vanuit Doetinchem wordt het gevolgd. Wat een geweldig medium en ik kijk elke week weer met genot. Hij is wel goed bezig bij de Graafschap, hè? Hij bepaalt zelfs de opstelling. Hij had al een grote wafel, maar die wafel was steeds groter. Hij komt dus terug van een blessure, zegt doodleuk tegen de pers. Oh, ik ga dit weekend gewoon minuten maken, hoor. Waarom die trainer zegt, maar volgens mij bepaal ik toch de opstelling. Nee, bij de Graafschap bepaalt gewoon de Son of God de opstelling. Want een koning is het toch. Ja, bekerwedstrijd hebben we natuurlijk ook nog gehad tegen Groene Ster, maar dat interesseert mij geen klote. Beker moet je gewoon zo snel mogelijk uit zijn. Dus alleen maar een zegen als je die verliest. Maar goed, Feyenoord, thuis. En daar maken we altijd een kans tegen. Dus ik heb er vertrouwen in.
Niet dat we gaan winnen, maar wel dat we erin blijven. Kijk, we zijn echt super negatief vandaag. En ook terecht, want jongens, jullie hebben het echt verkloot afgelopen week in Sittard. Maar we gaan wel met z'n allen de berg op. Hè. We gaan wel met z'n allen naar het stadion. We moeten tegen Feyenoord. We laten ze even zien dat we kunnen voetballen. Ik ga er wel achter staan. En we hebben het al vaker gezegd, we zijn gewoon voor VVV. Hè. Het zou ook niet om het voetbal moeten gaan. We gaan lekker naar het stadion. Sowieso. Biertje erbij. 4-0 op een broekje van Feyenoord. En toch een topdag. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sikon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo.